Wat we inzicht hebben gekregen in de leerdoelen, in het curriculum, hebben we echt alleen maar de doelen die we belangrijk vinden voor de kinderen, maar ook wat ze moeten kennen en kunnen aan het einde van hun carrière. We zijn erop uitgekomen uiteindelijk dat het verstandig was om vanuit leerdoelen te gaan werken, omdat je daarmee je onderwijstijd kunt verdikken, waardoor je tijd over hebt om kinderen wat extra's te geven. Het product geeft mij het inzicht in de leerdoelen ten opzichte van de leerling. En daardoor weet ik wat ik in mijn school moet organiseren om de leerlingen op een effectieve manier onderwijs te geven. Als ik met collega's praat over mijn leerlijn, krijg ik vaak te horen dat ze al werken met Ginzy of met Snapit of met een ander digitaal verwerkingsmiddel. Maar mijn leerlijn zit daar nog voor. Het is de organisatie bij jou in de klas. Het geeft aan welke leerlingen leerdoelen al beheersen of welke leerlingen er juist extra instructie nodig hebben. We zien welke doelen leerlingen halen. We zien ook waar ze aan kunnen gaan werken, waar kinderen op vastlopen. Zo is er veel meer tijd over om echt goed structureel aan te bieden wat de kinderen nodig hebben. Als je als school zegt, we hebben wel een methode, maar we willen hem als bron gebruiken en niet blind de methode volgen. Dan heb je inzicht nodig in de leerdoelen per blok. Je hebt inzicht nodig waar leerlingen staan ten opzichte van die leerdoelen en wie welk aanbod heeft gekregen. Mijn leerlijn helpt je de methode als bron te gebruiken en niet blind de methode te hoeven volgen. Het hart van je organisatie zijn de leerdoelen. Wat heeft de leerling nodig? Wat moet ik als leraar organiseren? Daar moet je inzicht in hebben om te kunnen organiseren. Je kan een unit onderwijs beginnen, je kan iPads of Chromebooken naar binnen halen. Maar als jij geen inzicht hebt wat de vraag is van de leerlingen en wat je daadwerkelijk moet organiseren, hoef je ook niet je organisatiemodel aan te passen. Doordat we nu met Mijn Leerlijn werken, hebben we ons onderwijs ook eigenlijk anders kunnen vormgeven. We kunnen nu op een manier werken waardoor kinderen ook keuzes kunnen maken in waar ze goed in zijn, waar ze dus minder instructie voor nodig hebben of minder lessen voor hoeven te volgen. Maar er zijn ook kinderen die juist meer instructie nodig hebben en vaker naar je les toe komen. Mijn Leerlijn helpt je inzicht te krijgen om effectiever te kunnen organiseren.